Zes mensen komen om het leven en 16 raken er gewond als Tristan van der Vlis in winkelcentrum Ridderhof meer dan 100 kogels in het rond schiet. Volgens nabestaanden en slachtoffers is de wapenvergunning van Tristan de directe oorzaak. Maar volgens de politie valt hen niets te verwijten. Er is volgens de politie maar één persoon verantwoordelijk voor de schietpartij. En dat is Tristan. Hij pleegde zelfmoord na het schietdrama.